Het ontwerp van het nieuw parlementsgebouw voldoet niet aan de eisen van de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. Echter, minister Riad Noor Mohammed van Openbare Werken geeft aan dat het beleid vanuit Suriname gevoerd zal worden. De bouw vindt daarom normaal voortgang. Er is geen agressief beleid. Mensen zitten op hun stoel en willen beleid bepalen. Dat moet veranderen. Waarop het nu lijkt is dat het buitenland bepaalt voor jou wat je beschermd gebied. Ik denk dat het beleid moet veranderen. Die opdracht heb ik gegeven aan de commissie. Er zijn leukere dingen, veel meer leuke dingen, die wel aantrekkelijk zijn voor toerisme. Dus wij hebben ook huiswerk om te maken. Maar iedereen slaapt in dit land, dat is het probleem. Dus dit beleid ga ik ook apart oppakken. Voor mij zullen ze wel vragen moeten beantwoorden die ik zal stellen. Laat dat duidelijk zijn. Het beleid wordt vanuit Suriname bepaald, niet omgekeerd. Noor Mohammed trekt zich niks aan van de kanttekeningen die UNESCO heeft geplaatst op het ontwerp van het nieuw DNA-gebouw. Volgens de UNESCO is het ontwerp van de door Suriname aangetrokken architecten problematisch. Maar plaatselijk is er ook kritiek op de bouw. Uit de woorden van Clifton Braam, onderdirecteur van het directoraat cultuur, klonk het zaterdag enigszins hoopvol dat gesprekken mogelijk zouden leiden tot aanpassingen. Het gaat meer om het ontwerp. Dat het ontwerp niet zou voldoen aan bepaalde UNESCO-eisen. En daarover is er natuurlijk nogal wat te doen. Het gaat niet zozeer om het niet mogen bouwen of zo, maar het gaat meer om het ontwerp. En ik denk dus dat er op dit moment dus overleg plaatsvindt tussen aan de ene kant de opdrachtgever en aan de andere kant de UNESCO. Minister Riad Noor Mohammed zegt een open oor te hebben voor de opmerkingen dat onze binnenstad van historisch belang is voor onze kinderen, het land en de wereld. Maar alvorens de UNESCO met eisen komt, zou het zijn vragen eerst moeten beantwoorden, daar hij geen ad hoc minister is.